hij vaak bij stoppapier? Ik vind het een beetje hardig, maar ja, zo ben ik wel gewend op school. Wij hebben ook natuurlijk zacht wc-papier voor me. Oh, lekker! Ja, dat ga ik de volgende keer gebruiken. Bedankt! Okay. Doei! Doei! Oké. Nu lopen we. Nu gaan we naar de meisjes. Noah! Hallo. Goedemiddag. We hebben een vraagje. Ja, dat kan. Waarom is het wc-papier zo hard? Ja, dat weet ik niet. Geen flauw idee. Echt niet? Oh, jammer. Ik denk dat het is omdat het het goedkoopst is. Oké. Maar... ik kan wel iemand opbellen die er echt over gaat. Zal ik dat eens doen? Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja. Ik wil dat zelf ook wel eens even weten, want ik vind het zelf ook niet zo prettig natuurlijk. Dag Ria, met Henry. Is Gonneke nog in huis? Ja, dankjewel. Nu heb ik aan de telefoon zo dadelijk mevrouw Speldebrink. Is die van de wc-papier? Ja, mevrouw Speldebrink is hoofd van de inkoop wc-papier. Oké. Okay. Nou, het lekt nergens, Gonneke. Ja, ik mag Gonneke zeggen. Maar ik heb hier een cameraploeg uit de bovenbouw. En die willen weten waarom het wc-papier op school zo hard is. Ik weet dat niet. Dus ik denk, ja, dan moet ik jou maar even bellen. Kan jij dat vertellen? Want ze willen liever iets met luchtkussentjes en roze bloemetjes, begrijpen. Het heeft te maken met geld, zie je, dat dacht ik al, dat zei ik al. Zeker het goedkoopst. Kan je er ook wat aan doen? Want we hebben nog een voorraad voor 10 jaar. Ja. Het is een probleem van alle nieuwkoopse kinderen, zegt ze. Oké. Ja. Die vraag zelf bedacht. Oh, dat is een goed idee. Weet je wat je moet doen, zegt ze? Je moet een monstertje nemen op de zilveren maan en op de rietkragen en dat vergelijken met de Maranatha. En als ze daar nou zachte papier hebben, gaan we kijken of we dat ook kunnen kopen. Oké. Ja, want het hoort als het goed is allemaal hetzelfde te zijn. Nou, dankjewel. Gaan kijken wat we kunnen doen. Bedankt hoor. Dag. Nou, okay. Onderzoeken dus. Ja. Bedankt. Succes ermee. Ja. Bedankt. Met die kant er dus niks aan doen. Nee. Even kijken of het wc-papier hetzelfde is. Dit is het wc-papier van de Maranatha. Gaan we natuurlijk kijken, want dit is de rietkraag. Ja. Kijk een keer. Nou ja, volgens mij is het hetzelfde. Deze hebben een bobbeltje. Het is wel hetzelfde, hè? Ja. Nou ja, dan kan de directeur er niks aan doen. Ja, het is hetzelfde. Nou ja, dan gaan we natuurlijk misschien nog eventjes kijken bij de zilveren maan, als dat mag. Ja. Doei! Doei! Hallo! We zijn nu bij de zilveren maan. We gaan nu kijken of het anders is dan de rietkraag. Die van de Maranatha wc-papier is hetzelfde als de rietkraag, dus die hoeven we niet bij ons te hebben. Ik ga nu kijken. Ja, die is ietsje zachter. Voel je het? Ja. De zilveren maan is veel zachter. De zilveren maan is zachter. Nou, ik denk dat we dan even naar onze directeur moeten gaan om even een hartig woord te spreken. Oké, dat is zo. Yes.
leuk. Ja? Ja. Ja, nou, ik ben ook blij dat ik met u ben getrouwd. Alleen hebben ze mijn oma van je. Ze zijn heel erg aan jullie kant. Hou je mond toch, joh? Ze kan ieder moment overlijden, dus maak je maar geen zorgen. Oh, oké. Okay. Zullen we maar dansen? Ja. Vind je dat zoveel vogels in één kooi mogen zitten?